Geen raadsleden, maar een zaal vol kinderen op het Nijmeegse stadhuis. Vanochtend stonden hun ideeën even centraal. Samen ideeën bedenken om Nijmegen leuker en leefbaarder te maken. Het kan met het Kinderraadproject. Basisschoolleerlingen krijgen de kans om hun eigen ideeën voor de stad te presenteren tijdens de kinderraadvergadering. Na een democratisch stemproces wordt het beste idee uitgekozen en uiteindelijk ook uitgevoerd. Nou, vandaag zijn er twee groepen van de Hazensprong en zij komen hier in de raadzaal bij de gemeenteraad op bezoek. Om daar, ze hebben een aantal plannen gemaakt, 3 stuks per klas. Die plannen komen ze presenteren. En dan kiezen ze samen uit wat het meest passende plan is, hè, wat het meest realistisch is om te halen. En dat plan wordt dan mogelijk ook door de gemeente uitgevoerd. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Het is een initiatief van de gemeente Nijmegen samen met Connecte Scholen en de Jozefscholen. En Sol Identiteitsbegeleiders hebben wij dit in 2015 hebben wij de Kinderraad Nijmegen opgericht. Wij gaan vandaag onze plannen presenteren om de school of de buurt beter te maken. Met het project krijgen de kinderen een kijkje achter de schermen bij de gemeente en denken ze mee over de ontwikkelingen van de stad. Ja, kinderen doen tijdens dit proces ervaring op met een democratisch proces. En het geeft ook invulling aan een burgerschapsopdracht op school. En tegelijkertijd werken ze aan hun eigen omgeving fijner en leukere stad te maken. Nou, omdat dat echt een hele mooie laagdrempelige manier is voor die kinderen om toch een keer hier bij de gemeenteraad op bezoek te komen. Dat ze zien hoe het hier werkt, hoe het is om samen met elkaar het gesprek aan te gaan en ook samen te kiezen wat nu het meest passende, het mooiste plan is om uit te voeren. Nou, we gingen, de juf had 4 thema's bedacht. En wij gingen zelf brainstormen met post-its. En dan als we een goed idee hadden bij dat thema, dan mocht het op die post-it plakken. De kinderen komen met creatieve ideeën om de stad leuker, veiliger en groener te maken. Het kan heel wisselend zijn. Dat gaat soms over sporten, samen iets doen voor oudere mensen, vergroenen van de wijk. Oh, dat kan echt heel verschillend zijn. Ik heb prullenbakken versieren gezien, parcours van planten, glow-in-the-dark verf om het veiliger te maken in het donker. Nou, ze komen echt met de meest creatieve ideeën. Dat maakt het ook zo leuk. We hebben 3 plannen. 1 gaat over veiligheid, 1 gaat over natuur en milieu en 1 over ontmoeting en contact. Tijdens de raadsvergadering mogen ze stemmen op het beste idee. En misschien zien ze over een tijdje hun eigen idee wel terug in de stad. We gaan praten over hoe we de buurt beter kunnen maken en wat voor plannen we allemaal hebben. Nou, de kinderen hebben dus allemaal een plan voorbereid, 3 per klas. Die gaan ze hier presenteren. Vervolgens mogen alle klasgenoten daar vragen over stellen. Dan gaan ze daar het gesprek over aan en vervolgens wordt er gestemd. En per klas wordt er dus het meest passende mooie idee gekozen om uit te voeren. Wel een beetje spannend, maar ook heel leuk. Ja, wij hadden ook wel een beetje stress, want we waren een beetje laat aan begonnen. Maar het is wel gelukt. Het aantal kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld in 3 jaar tijd. Vooral kinderen in arme gezinnen en kinderen van niet-Nederlandse afkomst hebben steeds vaker geen diploma. En dat zien ze ook in het Erika Terpstra-bad in Nijmegen. In 2018 had 6% van de kinderen geen zwemdiploma. Dit getal is gestegen in 2022 naar 13%. Dit gaat over kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Ja, dat is natuurlijk dramatisch dat dat geconstateerd is. En dat is denk ik ook het gevolg van het feit dat het schoolzwem is afgeschaft. Dat was voor een vangnet waarin je in ieder geval alle kinderen in de lagere schoolleeftijd binnenkreeg. Die maakte kennis met het zwembad. En graven daar vaak ook een vervolg aan. 1/4 van de kinderen uit de laagste inkomensgroep heeft geen zwemdiploma. In de hoogste inkomensgroep is dit maar 2%. Als het aan Heino Jacobs ligt, moet het schoolzwemmen gewoon weer terugkomen. En uiteraard gaat het niet over scholen die in dure wijken zitten, zeg maar. Want natuurlijk gaat het met name om de kinderen in de prachtwijken. Die dus niet aan het zwemmen toe komen. Hier in het Erika Terpstra-bad in Nijmegen hebben zij een wekelijk zwemuurtje met de leerlingen van de Bloembergschool. Iedere vrijdag komen hier een school uit Nijmegen.
die zorgt voor opvang van kinderen van vluchtelingen, van expats. En die kinderen die krijgen in ieder geval wel door de gemeente Nijmegen gefinancierd schoolzwemmen. Want je wil zoveel mogelijk mensen en kinderen aan een zwemdiploma helpen. Nederland is nu eenmaal een waterland. Het kan alleen maar heel veilig gemaakt worden als kinderen al die diploma's halen die ze kunnen halen. En een ervaring opdoen in hen en met het water. Op het terrein van het voormalige Rabobankpand in Mook is zondag explosieven gevonden. Het terrein ligt op de hoek van de Groesbeekseweg met de bovenste weg. De vondst bestaat uit granaten en handgranaten, namelijk 2 mortieren, klein kaliber munitie en 2 handgranaten. De explosieven zijn naar Milsbeek gebracht, waar de EOD op een plofplaats ze onschadelijk heeft gemaakt. In Kekerdom is zondagmiddag een overleden persoon aangetroffen in een woning aan de Visserstraat. Rond 4:30 kwam de politie aan bij de woning waar ze het lichaam aantroffen. Direct daarna is de omgeving afgezet voor onderzoek door de Forensische Opsporingsdienst. Maandag liet een woordvoerder van de politie weten dat het gaat om een natuurlijk overlijden. De NS rijdt vanaf zondag 10 december een vernieuwde dienstregeling. Tussen Nijmegen en Arnhem Centraal gaat weer 6 keer per uur een intercity rijden. Dit geldt voor maandag tot en met donderdag in de daluren en op vrijdagen de gehele dag. In de avonden blijft deze hoeveelheid ook langer doorrijden. Op het traject Nijmegen via Breda naar Dordrecht komen er in de avond en in het weekend sprinters bij. Deze zullen dan 2 maal per uur gaan rijden in plaats van 1 keer per uur. En dan sport. NEC speelde zondag in een ijskoude Goffert tegen Ajax. De Amsterdammers, die een zeer teleurstellend seizoen kennen, pakten hun eerste uitoverwinning van dit seizoen. NEC wist namelijk weer niet een thuiswedstrijd te winnen. Ondanks de goede eerste helft staat NEC met lege handen. Waar gaat het dan mis, was de vraag aan trainer Rogier Meijer. Ik denk ook een stukje individuele kwaliteit van de tegenstander, zeker voorin. De 0-1 is natuurlijk een belangrijk moment in de wedstrijd, die Brobbey denk ik zelf creëert. Anderzijds denk ik dat het een gelijk opgaande wedstrijd was, alleen dat we in sommige momenten iets te slordig waren om echt iets uit te spelen. En die momenten hebben we wel gehad dat we iets uitgespeeld hebben, maar die hadden we meer kunnen hebben denk ik. Ja, dan gaat het een uur lang een beetje op en af. Hè. Kansen voor Ajax, mogelijkheden voor NEC. Ik denk dat we het zo kunnen omschrijven. Dan komt de 1-0 voor Ajax op een manier van Brobbey. Je hebt het denk ik 100 keer over gehad in de training. Is het dan extra erg of is het, ja, die jongen is nou eenmaal zo sterk, daar kan ik niet zoveel aan doen? Nou ja, kijk, het is ook wat ik net zei, is zijn kwaliteit. Hè. Zeker de voorste 4 van Ajax met Linsson erbij, Berghuis, Bergwijn en Brobbey. Ja, die hebben wel internationaal topniveau. En ja, op het moment dat hij deze bal kan ontvangen, dan hou je hem niet meer, zeg maar. Dus ja, het voortraject om ballen eruit te halen, hebben we denk ik de hele wedstrijd heel goed gedaan. Op één moment na, en dan heeft hij ook meteen zijn kwaliteit laten zien. De weerkundige winter is misschien wat fris van start gegaan, maar inmiddels lopen de temperaturen weer langzaam wat op. Vanavond valt er van tijd tot tijd nog wat regen. En ook morgen krijgen we nog met de nodige neerslag te maken. Geen sneeuw meer dus. Hooguit wat natte sneeuw, maar het zal niet meer blijven liggen. Het wordt morgen maximaal zo'n 4 graden. De dagen na blijft het licht wisselvallig en loopt het kwik verderop naar zo'n 10 graden overdag. Ook met een nachtvorst is het voorlopig even gedaan. Kortom, de winter is begonnen, maar wel zoals we die in Nederland het beste kennen. Tot zover het RN7 regionieuws van maandag 4 december. Kijk voor het laatste nieuws op onze rn7.nl website en volg ons op sociale media, Facebook, Instagram en X. En dat kan via RN7 online. Morgen zijn we weer bij je terug, dus ik zeg graag tot dan.